Morgen is het weer zover. Prinsjesdag. De verzorgingsstaat Nederland brokkelt af. Koning Willem-Alexander. Om de kracht en kwaliteit van onze samenleving vast te houden, zijn veranderingen noodzakelijk. De economie trekt iets aan. Nieuwe bezuinigingen zijn niet nodig. Een miljoen huishoudens merkt niks van de belastingverlaging. En morgen mogen ze allemaal weer. Het is al de vierde keer op rij dat minister Dijsselbloem zijn koffertje aanbiedt. En dat is best bijzonder. Maar dat is niet waar? Ja, gebeurt zelden. Of nou, gebeurt af en toe, maar niet zo heel vaak, dat een kabinet vier Prinsjesdagen redt. We zagen net de drie afgelopen van dit kabinet. En dan morgen, als ze het halen, maar ik ga ervan uit dat ze dat nog even uitzitten, krijgen ze er weer een. Vaak zijn kabinetten al gevallen voordat het zover is. En als ze het nu halen, hè, als ze ook echt de rit uitzitten, in maart, dan komen de verkiezingen aan, dan moeten ze klaar zijn. Dan zou het voor het eerst deze eeuw zijn dat een kabinet de rit helemaal uitzit. Voor het eerst? Ja, het voorgaande kabinetten zijn telkens gevallen. We moeten terug naar 1998 om een kabinet te vinden. Paars 1, wat het nog haalde. Toen kwam Paars 2, of Kok 2, zoals ze officieel wilden heten. Ja, die vielen over Srebrenica vlak voor het einde van de zittingsperiode. Toen kwamen de Balken en de kabinetten. De eerste was met de LPF, ging heel even goed. Maar daarna kwam Balken en de 2 met VVD en D66. Viel over Verdonk, struikelde over Verdonk. Toen 3, dat was even een tijdelijk tussenkabinetje om verkiezingen uit te schrijven. En toen kwam 4, CDA, PvdA, ruzie vanaf het eerste moment tussen Bos en Balkenende. En dat sneuvelde ook. Rutte 1, leuk experiment, gedoogsteun van de PVV vanuit de Tweede Kamerbankjes. Heeft ook maar heel even volgehouden. Ja, en dan nu Rutte 2, Rutte Asscher officieel. Ja, het lijkt erop alsof ze het gaat halen. En dat is dus de eerste deze eeuw. De eerste van deze eeuw, maar vroeger zaten het kabinet toch heel netjes hun tijd uit? Nou, dat is niet waar. Vroeger hebben we heel veel wilde periodes gehad. En bovendien, Ze zijn niet alleen waarschijnlijk, hè, als het halen Maarten, laten we even vanuit gaan, zitten ze niet alleen het langste van deze eeuw. Maar dan zitten ze, wat is het, 1590 dagen heb ik geteld. En daar zijn ze nummer 2 van de afgelopen eeuw. Er is maar één kabinet geweest wat nog langer heeft gezeten. Een kleine geschiedenisles, kom. Ja, laten we. Nou, dat is, wie is het? Lubbers 3. Dat is de langstzittende kabinet ooit. 1638 dagen. En heeft hij nog 3 andere kabinetten ook nog gedaan? Ja, die waren iets korter. Maar die heeft hij ook goed gedaan. Het was Lubbers 3. Het hebben we begin jaren 90. Rutte 2, als ze het halen, komt dus op de tweede plaats. Ik heb er vast ingezet. Nou, dan gaan we ver terug naar de geschiedenis. Hoor. De Kwaai, de Jong. Dat soort oude minister-presidenten die we niet allemaal meer kennen, denk ik. En dan op 5, die kennen we wel misschien. Den Uyl, die hield het 1411 dagen vol met het eerste kabinet waarin de PvdA de grootste wordt. Oké, chapeau voor Rutte en de zijne. Maar het gaat er natuurlijk niet zozeer om hoe lang je er zit, maar vooral om wat je doet. Ja. Wat heeft hij allemaal gedaan de afgelopen 4 jaar? Ja, nou, het is natuurlijk moeilijk om nu in de komende 2 minuten even een totale afrekening met het kabinet te doen. Maar laten we het vooral daarom maar wel doen. 3 beloftes hadden ze in het regeerakkoord staan. 3 beloftes, dat was sterker uit de crisis komen. 2012 was nog vol de eurocrisis. Hervormen, zij gingen wel hervormen, wat Balkenende niet had gedaan. En voor Samson eerlijk delen. Sterkste schouders, zwaarste lasten, dat hele verhaal. Nivellering. Ja, nivellering. Nou, laten we even beginnen met sterker uit de crisis komen. Puur op basis van de cijfers is dat toch wel gelukt. Het BBP staat in elk geval een stuk hoger dan in 2012. Ongeveer 1% erbij per jaar, dus het schiet niet echt over. Maar 4% rijker zijn we nu dan toen ze aantraden. Werkloosheid is wel nog iets hoger. 57.000 personen meer werkloos dan toen ze begonnen. Maar dat gaat wel hard omlaag. Het aantal mensen met een baan is ook gestegen. Het komt omdat de beroepsvolking is gestegen, waardoor die 2 kunnen samengaan. En dan het tekort, dat is speciaal voor Dijsselbloem, van ruim 3%, bijna 4%. Dus boven maar 1,2%. Ik heb altijd geleerd dat Nederland een mooie open economie heeft. Dus in hoeverre, dit is toch gewoon, we liften toch gewoon mee op wat er in het buitenland gebeurt. Ja. Gaat het in Duitsland goed, dan gaat het bij ons ook goed. Ja. Heeft het kabinet toch uiteindelijk op dit soort cijfers niet zo heel veel invloed? Nee, dat klopt. Het is denk ik vooral Draghi geweest. En Mario Draghi die zei, whatever it takes, de eurocrisis voorbij. Toen kwam weer wat vertrouwen in. En de huizenmarkt die hersteld heeft. Dat heeft de consument weer wat vertrouwen gegeven. Daar hebben ze niet zo heel veel mee te maken gehad. Maar dan hebben ze wel ook de economie op lange termijn proberen te repareren. Dat zijn die hervormingen geweest. Precies, voor dat eerste punt, aan wie het nou ook ligt, Eelco, een stickertje van de meester. Dat andere punt, hervormingen. Ja, hervormingen, nou, dat is een wisselend beeld. Dus ze zouden de AOW verlengen, hè, dat je pas met 67 met de AOW zou gaan. Dat was al een beetje ingezet, maar dat is echt gelukt. Dat is ook wel verteerd. Er zijn nu wat partijen die aan willen twijfelen, maar ik denk dat dat wel echt blijft. Hypotheekrenteaftrek, dat was natuurlijk het grote taboe voor Rutte. Hebben ze toch aangedurfd. Gaat langzaam naar beneden. Heel langzaam, hè? We spraken Klaas Knot nog een week
Leden die zei, laten we nou in hemelsnaam met 1% naar beneden gaan, in plaats van met dat halve. Precies, en ook wat verder naar beneden, want het begin stopt nu al bij 38%. Dus elk jaar krijg je nu 0,5% minder aftrek, 0,5%. Dat kan wat sneller, maar dat kan het volgende kabinet, als ze dat echt willen, kan dat doen. Dit kabinet heeft zeg maar de knoppen gemaakt waar je aan kunt draaien. En misschien moet er nog wat verder aan gedraaid worden. Maar het taboe is doorbroken. Ja, wat dan niet gelukt is, is de arbeidsmarkthervorming. Dat is ook een belofte. Ja, ik vind dat het niet gelukt is. Hij denkt er zelf denk ik anders over. Maar ja, flex zou minder flex worden, vast minder vast. Zou naar elkaar toegroeien. Ja, en hebben die wetwerk en zekerheid gekregen die vooral voor heel veel onrust heeft gezorgd. En vooral advocaten op dit moment heel erg rijk maakt. Dus dat valt bij mij wel bij de mislukte hervorming. En dat derde punt dan, eerlijk delen. Ja, kun je ook wisselend naar kijken. Mensen met een uitkering zullen zeggen, we zijn achtergebleven bij de mensen met een baan. Door dat economisch herstel zijn de mensen, ze zijn allemaal op vooruit gegaan, maar mensen met een baan wat meer. Maar als je dan goed kijkt in de kleine koopkrachtplaatjes, dan zie je dat de groep die het allermeest op vooruit is gegaan, zijn alleenstaande werkenden met minimumloon. Die hebben er 11% bij gekregen sinds 2012. Gemiddeld, hè, dus dat is niet iedereen geweest. En als je ook nog kinderen hebt, krijgen allemaal kinderkortingen, dan ben je er in die 4 jaar tijd 17% op vooruit gegaan. Nou, alleenstaande werkenden met minimumloon en kinderen, ja, dat hoort toch wel bij de mensen met weinig geld, toch? Dus dat is toch doelgroep PvdA, zou ik zeggen. Nou, ja. Dat is dan weer netjes. Ja. Matthijs, ik wil graag een eindoordeel, een cijfer. 1 tot en met 10. Dat is heel aanmatigend. Ik geef niet graag boven de 6. Dus laat ik gewoon een 6+ van maken. 6+. Ja, weet je, er is zoveel mislukt. Maar Nederland is nu zo chagrijnig. Ik las net weer, 70% van de Nederlanders zijn ontevreden over dit kabinet. Nou, daarom geef ik, weet je wat, ik geef gewoon een 7. Een 7 van Matthijs Bouwman.